Door de uitvinding van de computer is onze wereld voorgoed veranderd. Voeg daarbij de introductie van het internet, en dat is ook nog maar minder dan 25 jaar geleden. En je kunt echt spreken van een ware revolutie, die enkel te vergelijken is met de ontdekking van de boekdrukkunst. Want tegenwoordig kan elk individu vanaf elke plaats op aarde, vanaf elk tijdstip, alle informatie en beelden zoeken en uitwisselen. Nou, en die communicatie maakt de wereld heel erg klein. Dat analoge tijdperk, dat ligt voorgoed achter ons. Die digitale omwenteling betekende voor heel dat bedrijfstak een enorme verandering. De foto- en filmindustrie bijvoorbeeld, die moest overschakelen van filmrolletjes, analoge camera's, naar pixels en digitale apparatuur. En heel veel bedrijven lukte dat niet, alleen de meest innovatieve, die overleefden de slag. En misschien is Fujifilm wel het meest succesvolle voorbeeld daarvan, en daar gaan we vandaag een kijkje nemen. Deze vestiging in Tilburg was 30 jaar geleden de eerste Fuji-fabriek buiten Japan en meteen ook de grootste. Tegenwoordig is het ruim 60 hectare, één hele grote productielijn. Dat gaat maar door. En als u nou thuis denkt, hey, vreemde kleuren op een tv. Ja, ze werken hier met lichtgevoelig materiaal, dus onderdelen van het productieproces. Dat gebeurt onder oranje licht, geeft een vreemd effect. Maar het is hier groot, groot. Oh. Mark Dingemans, directeur van het Research Laboratorium. Ooit maakten jullie in deze fabriek analoge filmrolletjes, maar door die digitale revolutie zijn jullie helemaal omgeschakeld, hè? Ja, we maken nu nog steeds fotopapier. Dat maken we voor albums, maar ook nog steeds voor de foto's die iedereen afdrukt. 1 op de 3 foto's in de hele wereld komt hier vandaan. 1/3 van de wereldmarkt? 1/3 van de wereldmarkt. Zo. Verder maken we ook natuurlijk nog offsetplaten. Dat zijn platen die drukkerijen gebruiken voor, die belichten ze en dan maken ze daar tijdschriften en kranten en drukken ze daarop af. Dus dat is nog steeds, bestaat dat. Alleen de fotorolletjefabriek hebben we gesloten. En daarna zijn we gaan nadenken over nieuwe producten. Want dat moet ook haast wel, hè? Want gedrukt papier, of het nou foto's zijn, of tijdschriften of kranten, dat lijkt toch aan betekenis te verliezen. Hè? Wij mensen zien alles op computerschermen en tablets en telefoons. Dat moet een bedreiging voor jullie zijn. Ja, het is natuurlijk wel zo dat met de digitalisering de markt krimpt. En daarom ontwikkelen we iets nieuws. En wat zijn die nieuwe producten dan? Nieuwe producten zijn membranen. Is gebaseerd op een technologie die we al hadden omdat we fotopapier maakten. En daarop gebaseerd hebben wij materiaal gemaakt waar je water mee kunt zuiveren of gas kunt scheiden. En dat materiaal moet voor ons de toekomst worden. Maar dat is revolutionair. Dan veranderen jullie eigenlijk van fotohandelaar in, ja, in de energiesector gaan jullie dan zitten. Ja, waterzuivering en energie. Dus, maar we blijven natuurlijk zo lang mogelijk in de fotohandel. Maar daarnaast is het een totale omschakeling voor ons. Een nieuw product en een nieuwe markt. Dus dat is een heel karwei, mag ik wel zeggen. Jullie zijn onderdeel van die enorme multinational Fuji. En zijn jullie nou Japanners of toch nog een beetje Brabanders? Nou, kijk, we zijn natuurlijk een Japans bedrijf. Hè? Ja. Dus we hebben wel in onze genen zit echt wel wat Japanse werkwijzes. Dus kwaliteitsdenken, technologie. Maar aan de andere kant, we zijn natuurlijk een grote werkgever hier in Tilburg. Dus ja, we vullen ons Japans en Brabants eigenlijk. Als je nou mocht dromen, hè, hoe Fuji er over, nou zeg eens, 10 jaar uitziet. Ik zou wel heel blij zijn als wij hier op dit terrein de membraanproductie net zo belangrijk is als de productie die we nu hebben met offsetplaten en kleuren papier wat we nu doen. En misschien hebben we dan zelfs nog een nieuwe ontwikkeling daarnaast lopen die dan over 10 jaar misschien weer belangrijk gaat worden. De basis van die nieuwe ontwikkelingen ligt allemaal hier in jouw research laboratorium. Dus ik zou zeggen, je moet weer snel aan het werk. Dan ben je niet binnen 10 jaar klaar. We moeten opschieten, ja. In deze digitale tijd kunnen bedrijven alleen maar overleven door voortdurende innovatie. Voortdurend nieuwe uitvindingen doen. Zoals Fuji ook ooit de eerste wegwerpcamera heeft ontwikkeld. Kijken of die het doet. Yes! En die kun je dan weggooien. Oké. Overigens is dit de laatste aflevering van het seizoen van BV Brabant. Ik zou zeggen tot volgend jaar. Maar Brabant kent zulke prachtige bedrijven. Werkelijk. Gooi maar terug.
Is goed.